Misschien een rare vraag, maar waar halen jullie je werkroosters? Oh, dat is op kantoor. Floris? Dag, Floris. Wat een schatje van een dokter heb jij. Ze heeft alleen wel scherpe nagels. Waar is ze? Hier bij mij. Wil je er spreken? Zeg eens dag tegen papa. Floris, help mij. Driton, en anders is dit de laatste keer dat je haar ooit hebt horen praten. Je weet dat lachen en huilen bijna hetzelfde is, hè? Oh. Het komt uit dezelfde bron. Nou ja, dat heb ik wel eens ergens gelezen. Jullie bedenken het eens om. Wat doen jullie? Blijven jullie hier of gaan jullie mee? Ik heb je overal gezocht. Je moet dat bloed geven. Ik denk dat ik zo langzamerhand maar eens de politie ga bellen. Loslaten en heel gauw. Ik ga je niet in de weg voordat jij dat bloed gegeven hebt. Geen opensnijden of zo. Als dat nodig is, dan doe ik dat. Dat kan niet. We kunnen niet mee naar Japan. En ik kan niet hier blijven. Misschien moeten we ergens in het midden afspreken. Ja, je maakt er nou een grapje over, maar het is misschien wel de oplossing. Alleen niet letterlijk. Maar ik vind het dan zo fijn dat we hier zo met z'n drieën kunnen zijn. Misschien is dat wel genoeg voor mij. Dat is niet genoeg, hè? Dat weet je. Ik ga mee. Sil. Oh, nou. Misschien ga ik ook wel. Hey. Sil, luister. Jouw moeder is de beste moeder die ik ken. En jij hebt mazzel dat je bij haar mag blijven. En wat er ook gebeurt, ik blijf jouw vader. Waar ik ook woon, waar jullie ook wonen, wij horen bij elkaar. Voor altijd. Ja? Ik moet nu echt gaan. Oh ja, ik heb nog iets voor jou. Alsjeblieft. Van Arnie en Lotje? Meen je dat? Wil je dat ik dat heb? Ik kan er geen betere plek voor bedenken. Jij kan nou niet meer naar hun graf gaan. Jij bent veranderd. Jij bent gegroeid sterker geworden. Ik heb er zoveel bewondering voor. En jij verdient geluk. Jij verdient een man die volledig voor je gaat. En welke man het ook wordt, hij mag in zijn handen knijpen dat hij jou heeft. Jij bent een bijzondere vrouw, Laurens Helmers. Jij bent een hele bijzondere man, Robert Almers. Niet op me wachten, hè? Ik ga opnieuw beginnen. Dat moet jij ook doen. Ja, ga ik ook doen. Ik hou van jullie. En nou mijn kist uit, want ik moet er vandoor. Ja. Flikker maar op, ja. Kunnen de bruiloft eventueel ook hier houden, natuurlijk? Ik wil helemaal niet zo'n grote bruiloft. Oh, lekker, wij met z'n tweetjes. Nou, met z'n drietjes. Ricky moet er ook bij zijn, hè? Ja, dat spreekt voor zich. Ah, met z'n viertjes. Kleine Smurf kunnen wij natuurlijk niet thuis laten. Nee, die gaat ook mee. En verder helemaal niemand. Ik heb al genoeg bruiloften meegemaakt als bruid. Uh-huh. Dit is de laatste. En daarom is het ook zo bijzonder. Liever, dit wordt de enige bruiloft die telt. Fijn klootzak. Jij moet met je poot voor mijn vrouwen blijven. Je bent gescheiden. Deal with it of ga je ergens anders bezatten. Wat wil je nou? Hey, wat wil je nou? Dennis!
Donder op. Ga naar dat kind van je. Krijg iemand anders zo gek om bloed te geven? Nee, help me. Help me, alsjeblieft, help me. Je moet me helpen. Moet je jezelf nou eens zien? Ik hoop dat dat rotkind er niet aan. Ja. Weet je hoe dat ik me gevoeld heb toen Valentijn doodkwam? Door jullie! Je moet dit kind redden. Echt, Nick. Er is maar één kind waar ik alles voor gegeven zou hebben. Alles, zelfs mijn leven. En dat was Valentijn. Nick, dit is Valentijn. Dit kind is Valentijn. Valentijn is niet dood. Je moet hem redden. JJ is Valentijn. Een bijzonder jaar.